belangrijkste ambitie van Den Haag is om mede door digitale zorgtechnologie voor elkaar te krijgen dat de senioren inwoners zo lang mogelijk thuis en of in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. En dat willen we vooral samen doen met bedrijven, kennisinstellingen, maar vooral met die inwoners om te komen tot duurzame innovaties. Ja, ik ben eigenlijk best wel trots op mijn geboortestad, want we praten al heel lang over zorginnovatie en implementatie en dat is echt de manier om de zorg op termijn betaalbaar en toegankelijk te houden en ook veel beter te maken, zodat bijvoorbeeld, en dat is ook heel belangrijk in Den Haag, mensen langer thuis kunnen wonen omdat ze dat zelf willen. En de beste manier om dat te doen is het door het gewoon te doen en dat laat Den Haag zien. De gemeente is een programma Gezond Lang Thuis gestart dat geënt is op twee waarden. Vertrouwen en verbinden. Vertrouwen bedoel ik mee het durven delen van je wensen, je ambities, maar ook de problemen waar je tegenaan loopt. En verbinden, daar bedoel ik mee het elkaar vinden op gemeenschappelijke doelen. E-health is juist een thema wat echt over de gemeentegrenzen heen gaat. Iedereen vindt het een belangrijk en relevant thema. Zorginnovatie is belangrijk omdat het uiteindelijk zorg levert voor mensen die het nodig hebben. En innovatie is belangrijk omdat we nog heel veel nog niet weten. Dus we zouden veel meer moeten proberen in de praktijk. Veel meer zeg maar real life test settings moeten organiseren om in de praktijk nieuwe innovaties uit te proberen. En ook te leren wat wel en niet werkt. En wat ik zo mooi vind van het project in Den Haag, waar ik bij betrokken ben geweest, is dat we de burger als uitgangspunt hebben genomen. Dus in dit geval ouderen. Wat willen zij nou graag? En daar technologie aan hebben geprobeerd te koppelen. De meerwaarde van samenwerken is voor ons dat vooral de gebruikers, dat zijn eigenlijk de ouderen of patiënten, direct kunnen bijdragen aan, op basis van hun ervaring aan hoe relevant een oplossing is en hoe die doorontwikkeld moet worden. Veel startups hebben een potentieel interessante oplossing, maar die moeten ze testen, die moeten ze valideren en die willen ze opschalen. En door samen te werken is dat eigenlijk de beste manier om dat te doen. Wij produceren een sensorsysteem waarbij wij de beweging van ouderen meten om te voorkomen dat zij vallen, langer thuis kunnen blijven wonen en sociaal actief kunnen blijven. En dit soort challenges helpt ons daadwerkelijk om met mensen in contact te komen waarbij wij pilots kunnen draaien en uiteindelijk het systeem in de markt kunnen zetten. Nou, Eerst in Health vindt het heel erg belangrijk dat wij net als zorginnovaties goed opschalen. Dat kan niet alleen in één gemeente, dat moet overal gebeuren. En Den Haag is eigenlijk de enige gemeente tot nu toe waarvan ik zie van dat ze over hun eigen stadsgrenzen heen denken en acteren. En daar gelooft Eustin Health in. En dat is eigenlijk ook wel de belangrijkste reden waarom wij samen met Den Haag deze partnership zijn aangegaan. Om de Eustin Health Conference hier in Den Haag te organiseren. We zien momenteel heel veel goede initiatieven die ieder op eigen kracht het wiel uitvinden. En dat is zonde. Als we echt snelheid en schaalbaarheid willen creëren, kan dat alleen door samenwerking.